Goedenavond allemaal, ik ben Saskia Suller, lijsttrekker voor de Piratenpartij Utrecht. De rest gaat gezellig zitten. Als ik niet te horen ben, zwijg maar even. Ja, gaat goed. Paula, zou jij de tijd voor mij in de gaten willen houden? Als het 5:10 is, even heel goed zwaaien. Oké, nou welkom allemaal. Ik heb een aantal vragen van jullie, het zijn er redelijk veel. Die gaan we behandelen. Ik hoop allemaal, dat ligt aan jullie als jullie zo beknopt en goed en bondig mogelijk kunnen antwoorden. Hopelijk. En we hebben via YouTube ook nog een aantal vragen binnengekregen. En daar gaan we ook een aantal van behandelen. Dus dan gaan we beginnen. De eerste vraag was eigenlijk aan Kees Verhoeven. Maar ik denk dat de andere twee daar ook wel iets moois op kunnen zeggen. Hoe komt het dat onze volksvertegenwoordigers zo weinig belangstelling tonen voor de WIF? En hoe kunnen we dat veranderen? En zal het referendum hiertoe bijdragen? Dus eigenlijk, waarom is er geen aandacht voor? Politici hebben over het algemeen aandacht voor dingen waar ook veel aandacht onder de bevolking voor is of door de media. Toen de WIF behandeld werd in de Tweede Kamer was dat gewoon niet het geval. Arjen en ik hadden het er net even over. Hij is eigenlijk vrij geruisloos behandeld. Ja, dit referendum zal absoluut bijdragen aan meer aandacht. De maatschappelijke discussie zal tot een aantal vraagstukken leiden als onderdeel van de wet. En daar zullen parlementariërs absoluut de komende jaren daardoor beter op gaan letten. Dus dit debat de komende twee weken, de afgelopen tijd al alle artikelen en beschouwingen daarover, die zullen absoluut helpen. En meer algemeen, digitalisering is een onderwerp wat pas de laatste jaren zichtbaar verandering en impact op het dagelijks leven begint te krijgen. Dus ik verwacht wel dat er de komende jaren steeds meer aandacht voor zou komen. Maar het was de afgelopen jaren gewoon een beetje een niche onderwerp. Maar nu beginnen mensen door te krijgen. Big data, 3D printen, blockchain, crypto coins, artificial intelligence, drones, zelfrijdende auto's. Nu begin je overal, eigenlijk in alle sectoren, beginnen nu nieuwe technologieën door te dringen en alles te veranderen. En dan kan de politiek niet anders dan daarop inspelen. Ja, want het is toch wel een hele belangrijke wet. En de burgers die hebben daar ook heel veel mee te maken. Is het dan ook niet de taak aan de regering om te vertellen dat zo'n wet eraan komt? Want het is heel low-key geweest en mensen wisten het niet. Is daar dan niet een taak ook voor om de mensen daar over te informeren als het de burgers of de inwoners zelf zo raakt of kan raken? Nou, dat is ook wel gebeurd via allerlei aankondigingen en consultaties die de overheid altijd gebruikt. En ik vind dat daar ook een eigen verantwoordelijkheid voor mensen is om daarop te letten. En je ziet nu ook dat het feit dat dit referendum er is, betekent gewoon dat er heel veel mensen zijn die hebben gezegd van ja, we moeten hier toch op letten. Dus ik denk niet dat de overheid nog meer moet doen om allerlei wetten onder de aandacht te brengen. Ik denk dat de overheid wel heel eerlijk en duidelijk moet zijn over de communicatie, over de inhoud van wetten. En als ik het een van de dingen waar ik het zelf ook het lastigst mee heb, en dat zeg ik wel eens tegen VVD en CDA, hè, met wie ik nu in een coalitie zit en die natuurlijk voorstander van deze wet zijn, is dat zij vrij snel vervallen in teksten als we hebben dit nodig om alle terrorisme aanvallen te bestrijden. Ja, daar voor een deel kan dat op basis van toekomstige ontwikkelingen waar zijn. Deze wet speelt in op toekomstige ontwikkelingen die we ook nog niet helemaal kennen. Maar je moet oppassen om te zeggen dat deze wet een medicijn voor alles is. Je moet eigenlijk gewoon eerlijk zijn. Wetgeving is een poging om in te spelen op toekomstige veranderingen. En er worden ook heel veel minder goede wetten gemaakt. Maar goede overheden corrigeren minder goede wetten weer. En nou, daar is denk ik het systeem nu op gericht dat we dat kunnen doen. Rico, ja, ik wil er wat over zeggen. Want een taak die de overheid meer zou kunnen nemen in dit opzicht. Kijk, we zijn ongeveer even oud, veronderstel ik. En toen wij opgroeiden en op school zaten, was internet er nog niet. En al die technologie die er nu is, dat was er nog niet. Er was nog niks met een IP-adres. En dat is er nu wel. En de kinderen nu op school leren ook nog onvoldoende hoe veilig een auto zou kunnen zijn. En hoe onveilig die eigenlijk nu is. Of je thermostaat thuis, of deze wet. En de taak van de overheid is om te zorgen dat het onderwijssysteem voor die kinderen die nu op school zijn verbeteren. Maar ook hoe die Kamerleden zichzelf informeren. Door wie laat je je informeren? Is dat door jongens zoals Arjen? Of is dat door mensen van firma Cisco en andere technologiebedrijven die daar geld aan verdienen? Ik maak maar gewoon een voorbeeld. Maar Arjen verdient er ook geld aan, zegt hij. Heel mooi. Maar het punt wat ik probeer te maken is, je moet niet alleen uitleggen over deze wet en waarom daar een referendum over gekomen is, maar met name ook het onderwijssysteem van alle lagen van de bevolking daarop veranderen. Ja, dat zeker. Arjan, wil jij hier nog iets aan toevoegen vanuit jouw kant? Nou, ja, ik zou het normaal vinden dat, en dat ook de overheid zelf het normaal vindt, inclusief bijvoorbeeld de IVD, dat als zij
nu al een paar weken lang, maanden lang ronkend roepen dat dit echt cruciaal is en zo. Toon het dan het aan. Pak dan eens even alle... We hebben gedetailleerde dossiers over alle terroristische incidenten in Europa van deze eeuw. Dus pak die maar eens allemaal. En we hebben gedetailleerde van seconde tot seconde beschrijvingen wat daar gebeurd is. Want retroactief kunnen we dat dan wel redelijk doen. Hè? Dus forensisch zijn we best oké. Okay. Laat maar eens zien en wijs mij dan eens één aan waar je enigszins hard kan maken. Dat als je die mogelijkheden die je dus per 1 januari wel hebt en die je toen misschien niet had. Dat dan op zich wel had gemaakt. Want het probleem wat ik dus heb is dat... Niet alleen dat het niet gebeurd is, maar dat men letterlijk de vraag niet eens interessant lijkt te vinden. Dat vind ik heel erg zorgelijk. Dus ik zie daar niks van als burger, zeg maar. Dat vind ik eng. Dit is een belangrijk punt in mijn ogen. Dat die vraag onderbelicht is en dat men daar niet over wil praten, dat is absoluut zo. En dat heb ik in de debatten over computercriminaliteit 3 en andere wet die de politie weer allerlei bevoegdheden geeft. De WIF hebben dat nadrukkelijk steeds naar voren gebracht. Zeggen dat je nu al moet bewijzen waarom deze wet, die inspeelt op toekomstige veranderingen, dat die per se nu al allerlei bewijzen moet dragen, dat vind ik ook weer een beetje het omgekeerde. In jouw verhaal heb je namelijk heel veel claims gehouden van dingen die ook zouden kunnen gaan gebeuren, maar die ook allemaal nog nooit gebeurd zijn. Dus we moeten oppassen dat we niet de strijd met elkaar gaan voeren over niet gebeurde zaken waar we ons allemaal heel veel zorgen over maken. Deze wet is er om in te spelen op de toekomst. De oude wet heeft ervoor gezorgd dat we al die daders al in het vizier hadden. En op het moment dat die oude wet gemaakt wordt, kon ook gezegd worden, deze wet is niet nodig. Terwijl we op basis van de oude wet nu zeggen, ja, we hebben al die daders in het vizier. Dus misschien is dit wel de wet op basis waarvan we over 20 jaar zeggen dat hij een aantal dingen mogelijk gemaakt heeft. Het kan ook zijn dat het niet zo is. En dan moeten we hem aanpassen. Maar ik vind wel, je kunt niet een wet maken die nu al perfect aansluit op een toekomst of we niet kennen. We moeten eerlijk zijn over het feit dat we die wet niet helemaal kunnen maken op basis van die toekomst die we nog niet mensen hebben natuurlijk. Dus eerlijkheid over de wet vind ik belangrijk. De vraag die je stelt is terecht. Maar zeggen dat omdat er nog nooit op basis van deze wet iets gebeurd is, dat de wet daarom niet geschikt is, dat wil niet per se waar zijn. De toekomst is niet voorspelbaar. Ja, maar mensen maken zich maar ik ben zorgen. Wel met je eens dat we dan kritisch naar die toekomst moeten kijken. Laatste reactie, dan anders komen we. Ja, nee, sorry. Na Parijs viel het me extreem op, hè, hoe veel Europese politici toen opeens riepen, crypto moet verboden worden. En dat we dan binnen 2 dagen leren dat crypto geen rol speelt. Maar dat dan niemand zegt, oeps. Nee, maar Arjen. We hebben in Nederland crypto dus niet verboden. En jij zegt dat Nederland, je hebt Nederland net neergezet als een heel slecht land. Maar dan wil ik van jou horen, wat is dan een beter land dan Nederland? Nou, laten we niet het buitenland. Nee, maar we hebben in Nederland crypto juist behouden. Het is kabinetsbeleid, in tegenstelling tot Frankrijk, in tegenstelling tot Duitsland, door politici zoals ik, zeg ik dan maar even heel opscheppig, dat we crypto hier behouden hebben. Dus laten we dan ook trots zijn op ons land dat we een aantal dingen wel gedaan hebben, die andere landen hebben losgelaten. We zitten hier wel in Nederland. Mooi. Nee, dat is, nee, er zijn dus dingen die we, net neutraliteit en crypto, dat hebben we goed gedaan in dit land. En andere dingen misschien wat minder. Nou, ook in afronding, we hebben deze nieuwe... Ja, sorry, ik hou... Van deze vraag. Nee, je vraagt net van waarom moeten we op voorhand aantonen of deze wet nou nodig is, kunnen we dat niet over 2 jaar in evaluatie. Nou, omdat die concessies doet aan de grondwet, daarom. En dat punt wordt misschien ook onderbelicht. Je recht op privacy, dat is het punt waarom we hier zijn. Waar doet die concessie op de grond? Je recht op privacy, bronbescherming voor journalisten, medisch beroepsgeheim, al die dingen. Dat doet hij op basis van het feit dat deze wet eist om een toets te geven aan elke bevoegdheid die deze diensten krijgen. Waarbij de vraag is of de rechten die er zijn, de grondwet schrijft namelijk ook veiligheid voor burgers voor. Het gaat altijd om een balans tussen verschillende grondrechten op basis van proportionaliteit, subsidiariteit en noodzaak. En die toets moet voortdurend gemaakt worden. Dus elke wet die bevoegdheden geeft aan een bepaalde dienst om onze veiligheid te vergroten, zal ingrijpen op de grondrechten op het gebied van veiligheid. Maar dat is per definitie het geval. Je kunt nooit iets doen zonder op grondrechten in te grijpen als je het hebt over bevoegdheden, want bevoegdheden zijn altijd een afweging tussen verschillende grondrechten. Maar die afweging moet heel goed gemaakt worden. Dat, ben ik dat zeker. We gaan even naar de zorgen die de mensen hebben. Kan data die wij delen aan bevriende landen verder worden gedeeld aan landen waar wij niet bevriend mee zijn? Dus dat bevriende landen het weer delen aan niet bevriende landen. En stellen we eisen aan onze data in het buitenland wordt opgeslagen? Nou, ik maakte in mijn presentatie het punt dat je daar geen enkele garantie op kan vertrouwen. Nee. Het puntje wantrouwen wat je maakte. Ik heb geen idee, weet jij dat? Worden de vragen? Nou ja, data die gedeeld wordt met andere diensten mag niet door die andere diensten worden doorgevoegd aan weer derde diensten. Dat is gewoon een eis die gesteld is.
dat die dan nageleefd moet worden, dat het gecontroleerd moet worden, is dan de vraag waarmee we met z'n allen hier zitten. Ja. Maar het is absoluut zo dat er eisen worden gesteld aan de data die worden gedeeld met bevriende diensten. Overigens het delen met onbevriende diensten, iets wat in de wet inderdaad tot de mogelijkheden behoort, is alleen in geval van nood als er direct mensen in gevaar zijn. En daar moet de minister apart toestemming voor geven en dan wordt de CTVD wordt genotificeerd. Dus de onafhankelijke toezichthouder krijgt dan direct een melding van het feit dat dat uitzonderlijk gebeurt. Okay. Data geven aan bijvoorbeeld iemand als Erdogan, zal dus direct betekenen dat alle bellen gaan rinkelen en dat gelijk moet gekeken moet worden, waarom hebben we dat in hemelsnaam gedaan? Want het is natuurlijk uitermate zorgelijk als we allerlei ongeëvalueerde data met misschien wel journalisten, advocaten, medische communicatie, zodat zomaar aan zo'n regime geven. Maar dat wordt alleen bij hoge uitzondering gedaan. Dus we stellen eisen eraan en dat wordt gecontroleerd. Goed. Ja, dan, maar dan hebben we het dus over de formele datadeling van bijvoorbeeld een Nederlandse dienst aan een andere dienst. Wat we natuurlijk ook doen is het, bijvoorbeeld het landelijk schakelpunt, dat is de grote computer waar alle Nederlandse medische dossiers doorheen gaan. Die wordt technisch beheerd door een Amerikaanse defensie contractor die onder Amerikaans recht verplicht is om 17 Amerikaanse inlichtingendiensten real-time en volledige toegang te geven tot alle data die door dat systeem stroomt. Hetzelfde geldt voor het IBM mainframe in Brussel, waar de Nederlandse Belastingdienst op draait, wat bezit is van IBM. Ja, maar dat staat wel los van de WIF. Het staat los van de WIF, maar het is voor mij een heel patroon waar de Nederlandse overheid, het lijkt erop, zeg maar, wederom, ik kan alleen maar zien wat ik zie als burger aan de buitenkant, mostly, dat er gewoon niet of weinig over na wordt gedacht, of dat men het gewoon een niet zo interessant vraagstuk vindt. En het feit dat je dus de volledige medische dataprocessing van een volledig land, waar als burger om eruit te blijven, dat is echt een klus, hè, dat je die overhevelt 5 jaar na de invoering van de Patriot Act aan een Amerikaanse defensiepartij. Ja, dan denk ik dus, er wordt hier gewoon niet zo goed nagedacht. En dan blijf ik nog optimistisch, want dan denk ik, het is een eerlijke vergissing. Hè? Zeg ik dan nog, zeg maar. Dus dat is mijn meest optimistische interpretatie. Oké, maar ik denk dat we allemaal, of dat mensen willen weten van, hoe gaan we die eisen dan controleren? Hoe wordt dit gecontroleerd? En dat is ook, ik zie Arjan knikken. Ja, want spionagediensten liegen nooit, zoals we allemaal weten, natuurlijk. We snappen ook allemaal dat die controle daarop niet zomaar mogelijk is. Een buitenlandse veiligheidsdienst valt niet onder Nederlands recht. Dus je kan ze vragen, wil je alsjeblieft op deze manier met die informatie, op deze manier met die informatie omgaan? Want dat hadden we zo afgesproken. En of dat zo gebeurt of niet, daar is geen CTIVD voor, stel ik me voor. Die gaat dat controleren. Dat de NSA dat niet deelt met een andere partij. Je kunt de CTVD kan wel degelijk onderzoeken welke afspraken en welke eisen er gesteld zijn aan de manier waarop onze dienst de diensten uit andere landen bediend heeft met informatie. Of die andere diensten zich daaraan gehouden hebben, dat is misschien inderdaad lastig om dat door de CTVD te laten controleren. Dat wil ik best toegeven. Maar ik denk absoluut dat we ook weer niet moeten doen of de Nederlandse diensten, als die wat vragen aan collega-diensten, dat er dan per definitie naar geluisterd wordt. Het is gewoon zaak dat er in dat inlichtingenwerk op een goede manier wordt samengewerkt en dat er respect is voor elkaars data. En volgens mij is bijvoorbeeld op Europees niveau tijdens het Nederlands voorzitterschap afgesproken dat er een grote database gebruikt wordt die echt aan allerlei waarborgen voldoet om ervoor te zorgen dat heel veel data gewoon beperkt blijft tot de dienst die die data nodig heeft om het target te kunnen volgen. Maar ik geef toe, dit is een van de dingen waar we, wat ik als simpele parlementariër relatief weinig grip op heb. Dat is het mondiale inlichtingenwerk, waar ik natuurlijk als gewoon Kamerlid ook niet alles van af weet. Dat geef ik eerlijk toe. Dus daar zou nog wel een slag in gemaakt kunnen worden? Absoluut. Maar er zal altijd een karakter van niet weten wat ze allemaal doen in blijven zitten. Dat is een aard van het werk. En ik moet zeggen, ja, ik denk wel dat het zo is dat ze ook wel bepaalde aanslagen wel voorkomen hebben. Maar dat ze dat ook weer niet kunnen vertellen tegen ons allemaal. Daar spelen ze een beetje mee. Dat is een lastig punt. Nou, absoluut. Rico wil nog 1 keer reageren en dan gaan we door. Nou, het valt wel mee. Nee, gaan we door. Nee, mag ik door? Ja. Hoe kunnen we nog ontsnappen aan de digitale bewakingsstaat? En die was speciaal voor jou gericht. Wisten we ook wel voor Snowden dat er gewoon bepaalde methodieken die je kan doen, crypto die je kan doen, technische keuzes maken, je gewoon iets meer bewust zijn over wat je doet. He, dus ik heb ook gewoon zo'n telefoon met microfoons en camera's die ik niet kan uitzetten, net als iedereen. Maar die heb ik niet altijd bij me. Dus er zijn wel eens dingen die ik doe voor mijn werk of met journalisten, dan neem ik hem gewoon even niet mee. Dus dat is zoiets simpels. Je kan je mail versleutelen, je kan secure messaging apps gebruiken. Er zijn allerlei dingen mogelijk tegen allerlei niveaus van dreigingen. En het mooie is van met name alle open source software die er is, die is niet alleen heel veilig en wordt door allerlei onafhankelijke partijen gecheckt. Hij is ook gratis, dus dat betekent dat er niet een kostendrempel is voor toegang tot dit soort technologie. Dus het is heel erg een kwestie van jezelf en elkaar
empoweren met kennis en met gratis spullen aan de gang gaan. En dan kan je dus jezelf teweerstellen tegen vrij extreme surveillance-regimes. En als je natuurlijk zelf direct als individu het oog van Mordor op je valt, dan is het wel harder werken, Dan is het wat minder simpel. Maar ook daar zien we bijvoorbeeld met WikiLeaks, die nog steeds succesvol functioneren en nog steeds in staat zijn om geheimpjes te bewaren, terwijl er een gigantische surveillance-effort op die handvol mensen, want daar praat je over, wordt gezet. Dus zelfs in dat scenario is het mogelijk met een beetje kennis en een beetje discipline. En je hoeft dus niet veel geld te hebben. Kennis en discipline, daar gaat het om. Kan je jezelf beschermen tegen ook echt wel hele extreme dingen. Dus jezelf gewoon goed informeren. Ja, en een van de redenen, ik heb dus sinds Snowden, moest ik op een gegeven moment heel veel van die workshops geven. Op een gegeven moment hebben we er maar een boek van gemaakt en op internet gezet. Omdat we wilden dat iedereen erbij kon, Ervaringen delen met anderen. En de vraag wat kunnen we doen, wat je ook kan doen, is mensen zoals Kees Verhoeven en andere mensen die je gekozen hebt in het parlement erop aanspreken. Om een wet te maken in Nederland of in Europa die zegt, als je een apparaat hebt met een microfoontje of een camera erin, dwing dan ook af dat er een schuifje, een schakelaar, een mechanische onderbreking van dat circuit is. Waarom is er niet een Europese wet die zegt, gewoon een knopje dat het stroom naar die camera en die microfoon uitgezet wordt? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Nou, dat vertel maar. Nou, niet zo goed als jij nu suggereert, maar er komt. Nou, ik lach vaker omdat het gewoon een prettige manier van communiceren is naar mensen. Maar dat leer je als politicus snel genoeg. Het ontwapent ook een beetje in zo'n kolkende zaal. Maar we hebben wel in ieder geval vandaag heeft het kabinet gezegd dat ze Europese standaard gaan stellen aan IoT-apparaten. Dus ze komen in ieder geval eisen aan de manier waarop allerlei apparaten op het internet worden aangesloten. Die goedkoop op de Nederlandse markt worden gebracht door Chinese fabrikanten die niks aan de veiligheid doen. Een volgende stap zou inderdaad kunnen zijn, stel ook eisen aan de mogelijkheid om de burger zelf keuzes te laten maken op basis van een mechanische manier om digitale inbreuk op hun privacy te verzekeren. Dank je wel. Goed punt. Heel mooi. Mag je gewoon kopiëren, vinden we oké bij de Piratenpartij. Heel goed, Rico. Over de wet weer. Wat als over 2 jaar nog niet genoeg beeldvorming is om goed te kunnen evalueren, aangezien er nu wordt gezegd dat over 2 jaar geëvalueerd wordt. Wat dan? Nou, dan doen we 2 jaar later nog een keer. Het dilemma was inderdaad langere tijd nemen, omdat je dan zeker weet dat je veel informatie hebt. Daar valt wat voor te zeggen. Ik vond het alleen geen sterk excuus, want dan leek het alsof je die wet niet meer in de huidige regeerperiode ging evalueren. En ik heb er daarom voor gekozen om in ieder geval na 2 jaar te doen. En als na 2 jaar blijkt dat we echt nog niet voldoende informatie hebben of dat er nog niet voldoende praktijk is opgebouwd, dan gaan we nog even door ermee. Ja. Okay. Dan moet het gewoon na 4 jaar nog een keer. Oh, via YouTube. Ja, sorry, we zouden de vragen die online binnenkwamen op het eind doen, maar deze was wel heel relevant in deze context, denk ik. Er wordt gevraagd, er is een evaluatie na 2 jaar, maar we hebben het hier wel over digitale data en die is na 2 jaar niet weg. Wat ga je nou doen als over 2 jaar blijkt dat er inderdaad misstanden zijn ontstaan? Dan heb je per definitie een situatie, wordt hier gesteld, waarin je die informatie nooit meer kwijtraakt. Als dat zo zou zijn, dan heb je in ieder geval de bewijslast in handen om dan de wet aan te passen om dat in de toekomst te voorkomen. Dat is de winst die je dan boekt. Het verlies wat je dan hebt, zou je dan een soort van collateral damage moeten noemen. Dan heeft de wet dus inderdaad op dat punt niet voldaan. Dan heeft dat in de periode van de afgelopen 2 jaar schade veroorzaakt. En dan moet je proberen die schade te herstellen. En dat zal niet volledig lukken, maar je kunt dan in ieder geval die wet gaan verbeteren. Mooier dan dat kan ik het niet maken. Als dat zo blijkt te zijn, dan heeft die wet dus iets gedaan wat we niet wilden. En dat weten we pas omdat we moesten kijken wat die wet deed. Okay. Ja, onbevredigend, maar zo eerlijk mogelijk antwoord. Ja. En heeft de CTIVD genoeg budget, mankracht en kennis om rommelpraktijken zoals bij de Belastingdienst te voorkomen bij de AIVD? Hoe houden ze bijvoorbeeld wat de JSCU doet bij? En de JSCU is een gezamenlijk onderdeel van de Nederlandse geheime diensten, AIVD en de MIVD, en is gericht op het afluisteren van radio- en satellietverkeer en het verkrijgen van inlichtingen via cyberoperaties, voor iedereen die dat niet wist. Ik moet eerlijk gezegd, ik weet niet zo heel veel van de AIVD aan de binnenkant, want we hebben niet in de recente Nederlandse geschiedenis een klokkenluider gehad uit de AIVD. Ik ken wel de meeste andere klokkenluiders uit de meeste andere westerse inlichtingendiensten van de afgelopen 15 jaar, persoonlijk. En ik weet bijvoorbeeld in het geval van de Britse evenknie van de AIVD, MI5,
dat zij zeer effectief in staat zijn om politieke leiders van onderaf aan te sturen. Omdat zij van iedereen die iemand is gedetailleerde persoonlijke dossiers hebben en bijhouden. En alle politici die iemand zijn, die weten ook dat dat zo is. MI5, anders dan de IVD, misschien hebben die dossiers niet, heeft in haar meer dan 100-jarige bestaan nog nooit een budgetreductie meegemaakt. Oorlog of vrede, ze krijgen altijd meer geld, mensen, mogelijkheden, macht. Dat is in Nederland in ieder geval niet. Daar is de ISVD wel eens een keer gekort. Werd snel weer ongedaan gemaakt, gelukkig, als ik me goed herinner. Dus ik hoop er dan voor dat dat een indicatie is dat het in Nederland anders is dan in Groot-Brittannië. Maar ik weet voor een fact, uit de eerste hand van de mensen die aan de binnenkant zaten, dat in het geval van een dienst als MI5, dat zij gewoon een staat in een staat zijn en ze ook echt functioneren. Sans-Gen. Mankracht. We moeten alles op alles stellen om ervoor te zorgen dat dat soort praktijken in Nederland niet gebeuren. Maar ik ben nu 7,5 jaar Kamerlid en ik weet dus één ding. Namelijk dat ik nooit ook maar iets gemerkt heb, op geen enkele manier, van de mogelijkheid dat de IVD op basis van informatie over mij probeert te beïnvloeden. Of mijn werk probeert te beïnvloeden of geld voor hun eigen organisatie probeert te beïnvloeden. Daar is gewoon geen sprake van. Als daar sprake van zou zijn, dan is er iets heel erg mis. Oké. Ik denk dat deze wel heel belangrijk is eigenlijk voor het gesprek over de WIF. Wat zouden de aanpassingen in de WIF kunnen zijn die hem wel acceptabel en beter voor de privacy maken? En dan kijk ik even naar Rico. Nou, ik heb niet al jouw abonnementen gelezen, maar ik ben benieuwd. Hebben al die Kamerlezers ze gelezen? Ja. Wat denk je? Ze hebben erover gestemd. Ja, een beetje met de fractie mee, zou ze het allemaal gelezen hebben. Ja. Heel goed, dankjewel. Ja. Ik maak een meer principiële afweging dat je, totdat wat Arjen zegt, totdat je aantoont dat er echt grote aanslagen voorkomen zouden kunnen worden. Ik bestrijd dat met Arjen, er is geen aanwijzing voor. Geldt het recht op privacy en de concessies die we doen aan dat grondrecht in mijn optiek, die zijn zo groot dat ik het veronderstelde risico met de aanslagen staat in geen verhouding. We maken een onvrije samenleving. Dus dat verzamelen met ongerichte surveillance moet gewoon weg. Geen sleepnet of als je het anders noemt, geen ongerichte afluisteren van de kabel. En als je één ding zou kunnen noemen waar voor jou die wet wel acceptabel zou zijn? Heel simpel. Als ik zou horen bij monden van meneer Bertolet van de IVD of onze huidige minister van Binnenlandse Zaken en op een van de ministers, dat er echt oprecht wordt nagedacht over de relatie tussen buitenlandbeleid, waar wij onderdeel zijn van NAVO, waar wij onderdeel zijn van bezettingen van andere landen, en wat daar de lange termijn impact van is op terroristische dreigingen. Als dat een normaal onderdeel van een beleidsdiscussie wordt, die we ook in ieder geval ten dele openbaar met elkaar kunnen voeren, dan zou ik het idee hebben van oké, in ieder geval is mijn overheid met een goede discussie bezig, snapt het probleem. En als ze dan inderdaad ook nog bereid zijn om nauwkeurig te analyseren wat wel en niet werkt. En daar ook gewoon wederom open over te zijn. En dan mogen ze ook best een keer een foutje maken. Hè. Ik snap dat dit is edgy, het is nieuw. Maar ik streef niet naar perfectie, maar naar een soort minimale interne consistentie van wat we doen tussen onze politie, inlichtingen en defensieapparaat. Want zoals het nu op mij overkomt, is het een beetje een rommeltje. En de meeste van ons hebben daar geen last van, maar er zijn veel mensen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Die hebben er echt wel last van. Zeg maar. Oké, dus als dat beter geregeld zou zijn dan. Dat zou mijn vertrouwen vergroten. Oké. Nou hebben we natuurlijk het referendum en we kunnen voor of tegen stemmen. En de vraag is eigenlijk, wat heeft een voor of tegenstem eigenlijk voor nut? En er gebeurt toch niets mee, staat hier. Dus waarom is het zo belangrijk dat mensen toch hun voor- of tegenstem, of in ieder geval hun stem laten horen? Ik weet waarom het voor mij belangrijk is, maar Rico. Het heeft wel nut. We hebben met elkaar gestemd over een Europese grondwet. Daarna hebben we met elkaar gestemd over het Oekraïne-referendum. En op 21 maart gaan we weer met elkaar stemmen. En elke keer zie je niet alleen hoeveel mensen naar die stembus gaan. Dat is een signaal. Hoe betrokken zijn we met elkaar op zo'n referendum? Maar dan zie je ook wat daarmee gebeurt door onze regering en door onze Tweede Kamer. En ook dat is een signaal. Dat is misschien wel het belangrijkste signaal. Ook als we met elkaar deze wet proberen weg te stemmen als advies. En ook als daar dan weer geen follow-up op gegeven wordt wat de zorg is van mensen hier in de zaal. Dan is dat signaal ook al heel belangrijk naar de toekomst toe. Vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor het referendum, voor of tegen? Ja, heel belangrijk. En waarom? Het is een advies. En ik
ja, wat je ook vindt van de manier waarop de vorige twee referenda uitslagen zijn nagevolgd door het kabinet en de Tweede Kamer, dat heeft invloed gehad. En als deze wet wordt, kijk, even los van de referendumuitslag, hebben we een regeerakkoord dat zal worden nageleefd. Dus ongeacht wat het referendumuitslag is, zal ik die wet heel grondig in de gaten houden. Zal ik zorgen dat die evaluatie na 2 jaar goed en serieus gebeurt. Wat er ook gestemd wordt bij het referendum. Het regeerakkoord is voor mij heel erg belangrijk. Dat heb ik toegevoegd om grip op die wet te krijgen. Maar het referendum, de uitslag, zal absoluut invloed hebben op de discussie. En ook de onderdelen in het debat de komende 2 weken. Wat is nou het grote pijnpunt? Ik denk inderdaad dat het de breedte van de interceptie is. Hoe ongericht of gericht kan die interceptie zijn? Ik denk dat dat op dit moment het hoofdpunt is. Maar er zitten veel meer elementen in die wet en misschien komen er nog wel meer. Zal daar dan nog extra over gepraat worden en zou dat nog een verandering in? Er zal absoluut over gepraat worden, want in de referendumwet staat dat de uitslag leidt tot een heroverweging van de wet. En dat betekent dat er opnieuw over gediscussieerd moet worden en daar ga ik uiteraard niet op vooruitlopen, maar er zal absoluut over de uitslag, de stemverhouding, de onderdelen, de opkomst, de belangrijkste pijnpunten, zal absoluut gesproken worden. Hoe dat afloopt, ik weet het echt niet. Ja, voordat we straks aan de tijd zitten, er komt straks nog 1 vraag via Saskia, maar ik wilde er ook nog een paar online vragen tussen stoppen. En die laten zich eigenlijk heel goed samenvatten. Dus voor jullie alle 3 de vraag, hebben jullie wat te verbergen? En zo ja, kun je dat dan ook concreet maken? Kun je daar een voorbeeld van geven? Dus je hoeft niet te vertellen wat je te verbergen hebt, maar waar moeten mensen aan denken? En daarop volgend de vraag, wat zeg je tegen iemand die denkt niets te verbergen te hebben? Dat mogen jullie erin meenemen. En ik denk specifiek voor Kees in dit geval, heb je iets te verbergen voor de veiligheidsdiensten? Nou, dat zijn een aantal vragen in 1. We beginnen bij Kees. Ik heb niks te verbergen voor de inlichtingendiensten. Dus dan bedoel je denk ik te zeggen dat zij, stel dat zij al mijn communicatie konden volgen, zou ik dat dan erg vinden? Ja, ik zou dat erg vinden, want ik vind dat zij niet het recht hebben om al mijn communicatie te volgen. Maar het is niet zo dat ik als politicus chantabel ben op basis van informatie die de inlichtingendiensten over mij zouden hebben. En dat is ook eigenlijk mijn antwoord op jouw meer algemene vraag. Ik denk dat iedereen wat te verbergen heeft. En ik denk dat dat een kern van het leven is, dat er bepaalde dingen zijn die je niet zomaar met iedereen wil delen. En als je het met iemand wil delen, dan ga je er zelf over hoe je dat doet. En moet het niet zo zijn dat op basis van informatiestromen andere mensen bepalen wat ze over jou weten. Ongeacht of dat nou iets is over je gezondheid, over je voorkeuren in de liefde, over artikelen die je ergens koopt, over bepaalde drugs die je gebruikt. Het maakt me allemaal niet uit. Er zijn dingen. Iedereen heeft wel iets in zijn leven wat hij niet met iedereen wil delen. En dat moet zo blijven. En het moet absoluut niet zo zijn dat diensten gaan bepalen wat andere mensen over ons weten, ongeacht wat het is. Dus het is meer een algemeen antwoord. Maar de diensten, als ze mij al elke dag zouden volgen, waarvan ik zeker weet dat het niet het geval is, want de diensten mogen alleen een Kamerlid volgen als ze dat ook aan dat Kamerlid melden. En dat, als dat niet gemeld wordt, dan moet je ervan uitgaan dat het niet gebeurt. Dan zou dat mijn handelen niet beïnvloeden. Rico, even snel. 2 zinnen. Ik zal het kort houden. Dank. Nou, ingrijpen op wat Arjen net zegt. Je praat wel eens met piraten, met elkaar. En dat doe je bij de D66 ook. Van, hey, hoe moeten we nou verder met Nederland dan? Wat gaan we dan doen naar de toekomst toe? Hoe kunnen we dat in een programma vatten? En dat soort gesprekken waarin je brainstormt over wat nog niet op papier staat, daar zet ik die telefoon uit of ik neem hem niet mee. En dat is zo stom. Dat je eigen apparaat waar je geld voor betaalt, dat je dat ding uitzet en weglegt. Je hebt wat te verbergen. Gewoon een gesprek waarin je open en vrij wil praten met elkaar. Dat heb ik te verbergen. Ja, privacy. Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is dat de interne gesprekken van politieke groepen, dat ze dat in vertrouwen privé kunnen doen. Zonder dat de zittende macht kan meeluisteren. En ik denk dat als je daar niet meer op kan vertrouwen, dat ook de hele samenleving stil komt te liggen. Ja, alle grote sociale vooruitgangen van de afgelopen eeuwen, dat is allemaal begonnen bij kleine groepjes activisten in rokerige kamertjes en in huiskamers thuis, die met elkaar een knettergek idee hadden, zoals, wat als nou ook niet blanke mannen kunnen stemmen? Of nog gekker, vrouwen. Dus nou, en dan duurt dan 20 of 30 jaar en dan uiteindelijk dan verandert er iets. Dan moet je dus een geheimje kunnen bewaren tegenover de zittende macht, zeg maar. Als je zittende macht wilt challengen, moet je een geheimje kunnen bewaren tegenover die macht.
ja, in mijn persoonlijke leven is het inderdaad gewoon niet iedereen hoeft te weten waar ik altijd ben, met wie ik spreek, waarover, welke artikelen ik lees, dat soort dingen. Dat vind ik meestal voor mezelf een klein bier. Als ik samenwerk met onderzoeksjournalisten, laatste en zin, met name met hun bronnen, dan gaat het wel eens over mensenlevens. En ja, dan is het dus echt heel belangrijk. Dus dat is ook waar mijn energie in gaat zitten. Oké. Nou, ik had nog een aantal vragen. Ik wil er nog wel eentje stellen en dat is de laatste. We hadden het over een stukje van het, in het regeerakkoord van het willekeurig en massaal verzamelen. Nou, dat stukje. En de vraag was eigenlijk, wat is de juridische bindende waarde voor deze regering en de volgende van deze zin in een regeerakkoord? Dus de juridische bindende waarde aan, dat, aan die de paar zinnen. De juridisch bindende waarde is nul. Die is er niet. Er is geen juridisch bindende waarde. Het is een politieke afspraak. Ik ben politicus en die politieke afspraak maakt het voor mij mogelijk, beter mogelijk, meer mogelijk dan wanneer ik niks had gedaan, om wel juridisch bindende afspraken in de wet te krijgen. Dus ik heb een politieke afspraak gemaakt om juridisch meer grip op deze wet te krijgen, namelijk door de politieke afspraak te maken met de meerderheid van de zetels in dit land, dat we de wet gaan evalueren en dat we het aanpassen op het moment dat de evaluatie daar noodzaak toe geeft. En dat is de waarde van dit stukje tekst. Iedereen die tegen mij zegt, Kees, het had beter in de wet kunnen staan, die hebben allemaal gelijk. Heb ik geprobeerd, is niet gelukt. Dus heb ik het in het regeerakkoord gezet. Dan komen we op dat stukje gemaakt. Vertrouwen versus wantrouwen. Nou ja, wantrouwen versus, maar ook wel de politieke realiteit dat een regeerakkoord toch echt wel invloed heeft in dit land. En dat als 76 zetels in dit geval deze afspraak maken, dat het ook niet geen enkele waarde heeft. Juridische waarde nul, politieke waarde groot. En zal ik moeten bewijzen dat die waarde er is. En daar zit ik de komende jaren voor in de Kamer. Oké, Rico, wil jij daar nog op reageren? Nee, goed. Nee, geen reactie, Arjen. Reactie. Nee, ja, ik denk inderdaad dat wat Kees heeft gedaan is gewoon de next best thing. Dus je probeert het eerst zo goed mogelijk te krijgen. En als je dan niet de meerderheid meekrijgt, dan is dat tragisch. En ook jammer van al het werk. En vooral jammer dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking het niet eens doorhad dat het gebeurde. Want dat hebben we dan met z'n allen aan elkaar te danken, uiteindelijk. Maar dus dit is de next best thing. Dit is niet ideaal, maar ja, dat is de wereld ook niet. Dus ik denk dat we het heel scherp in de gaten moeten houden. En ik denk dat het nut van het referendum en met name de discussies die het triggert, dat is allemaal een extra duwtje in de rug om dit de komende twee jaar heel scherp te doen. Kijk, doordat mensen mij voortdurend in mijn nek hijgen en zeggen, Kees, het is niet goed genoeg. Kees, je was zoveel tegen, nu heb je dit in het regeerakkoord. Ik word als het ware daardoor gestimuleerd om het extra goed te controleren. Dus het feit dat heel veel mensen kritisch zijn, is voor mij ook een reden om als Kamerlid die kritische houding te vertalen naar mijn werk daar. En dat is denk ik waarom het ook nut heeft om debatten te voeren, zaaltjes te hebben, vragen te hebben, stukken op internet te schrijven, stukken te lezen. Dat moet je met elkaar blijven doen. Dus hierover in gesprek blijven met z'n allen. Absoluut. En controleren dat de politiek dit waarborgt. Oké. Okay. Nog een andere reactie hierop? Oké. Okay. Nou, want het is tijd. Als het goed is, is het precies 10 uur, dus dat hebben we mooi binnen de tijd gedaan. Ik wil heel graag de 3 sprekers bedanken voor vanavond. Ik heb nog wat voor ze. Rico heeft nog wat voor ze. Ik zal het kort houden, we hebben nog een minuut, doe ik het in een minuut. Ik heb heel lang gewerkt in ICT en het vorige debat wat ik deed in Groningen over de WIF, zei mijn tegenspreker, die was ook voor, die zei, ja, maar ze willen alleen meta-informatie. Nou, als ICT'er ga ik een voorbeeld maken van meta-informatie. Dat komt nu. Tadam. Achter het doek. Ik geef hier een zwarte doos. Je weet niet wat erin zit. Het is gewoon een zwarte doos. En dat hoef je ook niet te weten. In het geval van Arjen, die gaat heel erg over privacy. Die gaat het echt niet aan je vertellen, denk ik. En ik weet toevallig dingen van Arjen. Dus het zit niet in wat je echt heel lekker vindt. Maar we zijn piratenpartij, dus dit is ook wel lekker misschien. Ik weet dat er een geschenkenregister is. En voor de mensen hier, als je wil weten wat erin zit, hou dat register goed in de gaten. Ik weet dat jullie daar volle aandacht aan hebben. En dank voor je komst, het is echt helemaal te gek. Dank jullie wel. Dat geschenkenregister is alleen voor boven de 50 euro, hè? Misschien was het wel heel duur wat erin zat, je weet het nooit. Je weet het niet, het is een zwarte doos. Dank je wel dat je er was, dank je wel dat je er was. Ik wil nog voor Van Piekeren is er ook eentje, dus komt zo. Natuurlijk. Ik wil nog heel even één ding zeggen namens de Piratenpartij Utrecht. Wij zijn heel blij dat we dit debat hebben, of deze informatieavond hebben mogen organiseren. Want wij vinden het heel belangrijk dat mensen zichzelf hierover informeren en daarna 21 maart gaan stemmen. Of je nou voor of tegen de sleepwet bent, tegen, maar oké. Okay. Stem alsjeblieft allemaal op 21 maart. Laat je horen, nu het nog kan. Dank u wel. APPLAUS